Ik ben Pieter Sprangers, onderwijsdesigner bij Domo de Refrontiero en ik deel graag in drie opeenvolgende bijdragen telkens drie kwaliteitscriteria om het kap van het koren te scheiden in de wonderwereld van de edtech. Education technology zijn alle mogelijke toepassingen van technologie die binnenkomen in onderwijs en die een positieve impact hebben op de onderwijskwaliteit of onze onderwijskundige kernprocessen. Het eerste kwaliteitscriterium dat ik u met u wil delen is er wel wetenschappelijke evidence dat de edtech die u in uw school wenst in te zetten effectief een impact heeft, een positieve impact heeft op het leerrendement bij de leerlingen of op het leerplezier bij de leerlingen, zoals de Finnen het ook wel eens noemen, the joy of learning. Dus vraag bij uw leverancier naar wetenschappelijke evidence, naar papers die die impact onderbouwen. Tweede kwaliteitscriterium dat ik met u wil delen is, heeft de edtech toepassing wel effectief een impact op de motivatie bij de leerders? Het derde kwaliteitscriterium dat ik met u wil delen is, wat is het onderwijsconcept dat achter de education technology zit? Met andere woorden, welke onderwijskundige principes worden ondersteund wanneer u die edtech binnenbrengt in het klaslokaal? In de volgende twee bijdragen deel ik telkens nog drie extra kwaliteitscriteria. Wenst u met uw school ondersteund te worden met betrekking tot de selectie van kwaliteitsvolle edtech of wenst u ondersteund te worden met betrekking tot de digitale transformatie? Spreek dan zeker een van mijn collega's van het team van Domo de Refrontiero aan.